Nee, dat leer je plaatsen. Ik weet niet of meneer Arends al ondertussen al in tussen komen of zo. Nee. Oké. Laat het op tijd weten, meneer Arends, dan onderbreek ik mijn toespraak wel. Geachte collega's, meneer Arends. Vandaag start de nieuwe monstercoalitie die onze stad de komende 6 jaar zal besturen. En als ik jullie daar zo zie zitten, lijkt het wel alsof er op 14 oktober geen verkiezingen hebben plaatsgevonden. Ik heb eigenlijk plaatsvervangende schaamte. Normaal zijn verkiezingen de hoogdag van de democratie, maar niet zo in Nienhoven. Hier was het een zwarte dag voor de democratie. Hier werd de democratie en de wil van het volk eens te meer ten graven gedragen. Hier is de grootste politieke hold-up gepleegd in de geschiedenis van onze stad. En het circus en de cinema die door jullie sinds 14 oktober zijn opgevoerd, kent eigenlijk zijn gelijke niet. Wat een hypocrisie. Het begon al de avond van de verkiezingen. Toen de uitslag van de verkiezingen gekend was op 1 telbureau na, dat nog moest herteld worden, en de huidige meerderheid op dat moment nipt met 1 zetel haar meerderheid behield, zag ik een interview van mevrouw De Jonge. Ze erkende dat Forza Nienhoven een verpletterende overwinning had geboekt en dat wij aan zet waren. Tja, wat kan ze immers zeggen na zo'n pandoring van de vorige coalitie? Op een arrogante manier werd dan maar gezegd, laat Gidazeleer maar doen. We zullen zien of gij een meerderheid kan op de been brengen. Maar toen was al beslist dat de huidige coalitie zou verder doen, want ze hadden nog een meerderheid. De sfeer sloeg echt rond toen een paar uur later bleek dat ook de uitslag van het laatste telbureau ervoor zorgde dat de huidige coalitie ook haar laatste zetel op overschot verloor aan Forza Nienhoven. En daar had men toch niet op gerekend. En wat daarop volgde was ongezien. De frustraties en het venijn van de Nienhofse machtspolitiekertjes kwam boven. Alle remmen werden losgegooid. En in plaats van bescheidenheid te tonen en de uitslag van zogenaamde democratische verkiezingen te respecteren, slaagde mevrouw De Jonge erin om doodgewoon te zeggen dat de kiezer normaal gezien altijd gelijk heeft, behalve in Nienhoven. Haar positie kwam in het gedrang en iedereen zou het geweten hebben. De kiezer had ongelijk. Wat denken die 40% van de Nienhovieters wel wie ze zijn om dit huidige bestuur zo te durven afstraffen? Het was de schuld van de Nienhovieter. Een kat in het nauw maakt rare sprongen, nietwaar? Nog straffer was de uitgaal van schepen Katikoppes, die ronduit zei, en ik citeer, Heil Hitler zegevierd in Nienhoven. Arm Nienhoven ontwaakt. De oorlog werd in 1945 na 5 lange jaren ook gewonnen na een hevige verzetstrijd waar wij klaar voor zijn met samen. Ik hoop, mevrouw Koppes, dat je, toen je dit neerpende, ofwel onder invloed was van drank of verdovende middelen, want als je dit hebt geschreven in nuchtere toestand, denk ik dat je met een groot probleem zit. Ik zal u eens meenemen naar Auschwitz of Birkenau, dan zal je het verschil wel merken tussen Forza Nienhoven en Adolf Hitler. En de gefrustreerde leden van de coalitie werden natuurlijk gevolgd door de politiek correcte meute die actief is op de sociale media, en wiens beste vriend hun computerklavier is. Maar voor de rest geen enkel benul heeft van wat er in deze stad gebeurt. En ook bepaalde door hun familie geparachuteerde en intussen vastberoemde personeelsleden van de stad deden hun duit in het zakje, dit allemaal onder het mom van de neutraliteit. Hun persoonlijke communicatie stond in schril contrast met de chaotische en lachwekkende communicatie van de stad de laatste jaren. En ook vele kozijns kon niet ontbreken en deed haar duit in het zakje door iemand voor Hans Vlaanderen te kijken te zitten omwille van zijn uiterlijk. Als schepen van gelijke kansen kan dit tellen. Je masker was afgevallen, vele. Het kwam er dus op aan om de aandacht af te leiden van de echte problemen in onze stad. Ik heb nog niemand van jullie een eerlijke analyse weten maken waarom 40% van de bevolking voor Forza Nienhoven stemt. Dat zou jullie moeten bezighouden in plaats van een groot deel van de bevolking te stigmatiseren als een bende racisten of fascisten, hierin gesteund door de regimepers. De manier waarop mijn kiezers geframed werden was zum kotsen. Maar toen alle stemmen geteld waren, was er natuurlijk één groot probleem. De huidige coalitie had geen meerderheid meer.
daar had men nu eens geen rekening mee gehouden. Zie. Dus moest de boodschap zijn, meneer Dazier was aan zet, er onmiddellijk aan toevoegend, maar daar spreken wij niet mee. Het was nogthans zoiets anders, zie, mevrouw Kozijns. Toen je 6 jaar geleden in eerste instantie buitenspel werd gezet door de VLD, SPA in Groen, wat zat je toen vlug rond de tafel bij Rudy Corijn thuis samen met uw vriend Paul de Schepper en de heer Arends, klagend dat ze je buitenspel hadden gezet. Toen was je blijkbaar niet verbijsterd over de verkiezingsuitslag en lagen onze programma's blijkbaar niet mijlen ver uit elkaar. Om maar te zeggen, als machtspolitici hun postje dreigen te verliezen, zijn ze tot alles in staat. En dan het gehoochel met de cijfers. Meneer Alain heeft daar juist ook nog... Ik ben u trouwens proficiat met deze toespraak die je hebt moeten aflezen. Voor Zanino heeft 50% gehaald, maar dat betekent dat 60% tegen voor Zanino heeft gekozen. Als je die dwaze redenering doortrekt, heeft 73% tegen de VLD gestemd, heeft zelfs 77,6% tegen het linkse verbond of extreemlinkse verbond, SPA Groen, CD&V gestemd en heeft 91,6% tegen de N-VA gestemd. Of denken jullie nu echt misschien dat iedereen die niet voor Forza Nino heeft gestemd, deze postjespakkerscoalitie steunt? Ik denk dat je zou verschieten moesten het vandaag in Ninove verkiezingen zijn. Trouwens, jullie coalitie van VLD, SPA en Groen en de overgelopen NV zichzelfverzekering in Arends vertegenwoordigen niet eens 50% van de kiezers, meneer Trist, dat is waar. Democratie is als je meerderheid van de kiezers vertegenwoordigt. Jullie vertegenwoordigen niet eens 50% van de kiezers. Over de voorkeurstemmen zullen we dan nog maar zwijgen, want dan wordt het helemaal belachelijk. En dan al die verklaringen in de pers over het zogezegd kiezen voor de oppositie. Zowel N-VA als Samen tot verschillende keren toe. Wij kiezen voor de oppositie. De kiezer heeft ons afgestraft. Jacques Timmermans verklaarde op Ninof Media dat Samen het kleine broertje zou zijn van de VLD en dat men niet nog in 6 jaar gesaboteerd wenste te worden door bepaalde mensen uit de VLD. En men had het dan over u, meneer Casteur. Maar zichzelf in vraag stellen heb ik niemand van de grote verliezers horen doen. Nochtans is daar wel reden toe, dacht ik. Mevrouw Kozijns, je moet het maar doen, hè. Als lijsttrekker van CD&V, je partij in 2012 halveren van 8 naar 4 zetels, vervolgens je eigen partij opdoeken om dan als lijsttrekker van een extreemlinks kartel 1/3 van al uw stemmen te verliezen. Je moet van goede huizen zijn om dit te realiseren. Een beetje politieker die zichzelf respecteert, zou al lang een andere hobby hebben gekozen. Maar niet bij Samen. Daar klapt men zich vast aan de postjes, ook al eindigde Samen in Amen. En zien jullie daar nu zitten, de losers van de verkiezingen Samen, met de saboteurs van de vorige coalitie volgens Jacques Timmermans nog altijd in jullie midden. Want het was op u dat ze het natuurlijk hadden, hè, meneer Casteur. En dit aangevuld met een principeloze N-VA-overloper. Ze hebben u zelfs nog moeten schepen maken, meneer Casteur, nadat mevrouw De Jonge 2 jaar lang heeft geprobeerd om u hier ontslag te laten nemen uit de gemeenteraad. Weet je nog, mevrouw Van den Eucker, toen je je afscheid gaf in het OCMW, omdat je Michel Casteur ging opvolgen, weet je nog, toen ik u dan zei dat je beter nog een beetje zou wachten met hun drink en dan nog een beetje zou uitstellen, wat een vaudeville was dat zich. En dan heb ik het nog niet gehad over de vrolijke VLD-bende tijdens de verkiezingen. Het was een verradering om vast te stellen hoe verbindend jullie waren tijdens jullie campagne. Want dat is nu het modewoord geworden, verbinden. En als je het woord verbinden zegt, dan denk je onmiddellijk aan een zekere Joost Arends. En naast een woordje gericht te hebben tot de collega's, wil ik ook nog een woordje richten tot de heer Arends. Ik wil eerst even een kort muziekje opzetten, dat je dat zo hoort. Dan is de persoonlijke ambitie minder belangrijk voor u dan het belang van de partij. Absoluut. Het belang van de partij staat boven alles voor mij. Ik ben niet in de politiek gegaan om een postje te krijgen. Dat heb ik echt niet nodig. Ik ben in de politiek gegaan omwille van het feit dat ik volledig achter N-VA sta. Voilà, tot daar. Tot daar, meneer Arends. De grote man van de verbinding.
De man die de grootste politieke hold-up pleegde in de geschiedenis van onze stad door resoluut te kiezen voor het postje. Als mensen zich meer en meer afkeren van de politiek, meneer Arends, dan is het omwille van politici van uw allooi. U hebt nu een schepenpostje vast tot aan uw pensioen en je bent ongetwijfeld tevreden en euforisch dat je kan samenwerken met deze linkse coalitie, proficiat. Want stop met te zeggen dat je het voor de stad hebt gedaan, voor de inhoud. Er is geen kat of geen rat die u gelooft. Er was zelfs geen inhoud. En natuurlijk, als ik je geloofsbrieven op het vlak van verbinden bekijk, ja, dan kan ik niet anders als onder de indruk zijn. Dan kan ik niet anders als diep respect hebben. Wat voor adelbrieven kan jij voorleggen op dat vlak? Indrukwekkend. Je bent een aantal jaren geleden als de eerste beste opportunist, zo blijkt nu, op de kar van het succesverhaal N-VA gesprongen, met een ambitie die omgekeerd evenredig was aan je politiek gewicht. Je had je eed nog niet afgelegd of je had je al je toenmalige lijsttrekker Antoon van Melkebeek wegverbonden. Jij zou fractieleider worden en niemand anders. En in de jaren die erop volgden ben je, zoals het een echte Maxwell Usseling past, op dat pad verder gegaan. Met als resultaat dat je van je 5 gemeentemandatarissen en 1 OC&W-raadslid er wel geteld nog 2 overhield. Jezelf en je buikspreker Kurt van den Driessen. Proficiat, als teken van verbinding, kan dat tellen. En ook met je weliswaar weinige kiezers was dat verbinden toch ook niet echt een succesverhaal. Je bent erin geslaagd om je partij te halveren van 16 naar 8% en van 5 naar 2 zetels. Prachtig resultaat. Zo'n beetje een gelijkaardig parcours dan de lijsttrekster van Samen, maar dan in een versneld tempo. Jij hebt gewonnen, ik geef het toe. Nogmaals, proficiat. En als klap op de vuurpijl ben je als kapitein van een schip dat jezelf tot zinken bracht, ook nog eens als eerste van boord gesprongen, recht in de armen van de linkse coalitie die je zo verachtte. Je moet het maar doen, ronduit schaamteloos, een zogenaamde Vlaming, onwaardig. Als ze ooit, meneer Arends, een straat naar jou vernoemen in onze stad, zal het een doodlopend steegje zijn. Wat jij hebt gedaan, meneer Arends, tart elke verbeelding. Als kopman je eigen partij in de steek laten, puur uit eigen belang. En je verklaart dat je veel felicitaties hebt gekregen. Dat zal wel zijn. In eerste instantie en vooral van de linkerzijde, die dankzij jouw steun haar beleid kan verderzetten. En als ik zie welke schepenmandaten links hier in de wacht heeft gesleept, zal het linksbeleid nog versterkt worden. Met dank aan Joost Aris, dat is uw bijdrage aan de lokale politiek. Mooi, mooi, mooi. Ik vraag me af of je nog in de spiegel durft te kijken als je bedenkt dat je al die mensen die hun nek hebben uitgestoken door op je lijst te gaan staan, en dit uit puur idealisme en niet voor het postje, dat je die mensen koudweg hebt achtergelaten. Een dolk in de rug. Hoe voel je je nu? Nu je deel uitmaakt van deze linkse coalitie met een partij als Samen, waarvan je mij zei, samen met uw buikspreker Kurt van den Driessen, nooit, nooit, nooit met links, over mijn lijk. Hoe voelt het om het Samen te kunnen besturen? Je weet wel, de partij die je neefje Niklas Arends aan de schandpaal nagelde naar aanleiding van de Schild en Vriendenheisa. Durf jij uw neefje nog onder ogen komen? Een grotere vorm van desertie of verraad bestaat er niet. Een held, meneer Trist, dat heeft een andere betekenis. Hoe voelt het om uw partijgenoot of ex-partijgenoot, mevrouw De Roze, je weet wel, de vrouw die je 2 jaar smeekt om op je lijst te staan om zo links beter te kunnen bekampen, hoe voelt je het om die koudweg te bedanken voor bewezen diensten en haar het bos in te sturen? Wat denk je daarover als je 's morgens opstaat? Denk je zo soms niet tijdens je contacten met de burger, die zich weliswaar beperken tot een wandeling met je hondje Fifi of zoiets, denk je dan soms niet, ik ben te ver gegaan? Rest er nog iets of wat van een beetje geweten? Of ga je er nog steeds vanuit dat je een standbeeld verdient omdat je Nienhoven gered hebt van het fascisme en een extreemrechts bestuur en ondemocratisch bestuur, zoals je herhaaldelijk de laatste tijd zegt? Waar is de tijd dat je publiekelijk verklaarde dat je tegen het cordon sanitair was? Hoe laag kan een mens vallen?
hoe zeg je, je bent al goed ingeburgerd bij links, want welke zin die je over ons zegt de laatste tijd staan stevast te worden. Extreem, rechts, ondemocratisch, veel bruggen te ver enzovoort. Het is toch wachten tot de 1e mei waarop je met gebalde vuist de internationale zal staan zingen. Het zal ongetwijfeld een heerlijk gevoel geven als je binnen 3 jaar de fakkel zal doorgeven aan je buddy Kurt van den Driessen. Die man die niet eens verkozen is, maar die nu wel al met de borst vooruit zijn partij, de N-VA, nog 3 jaar de tijd geeft om op de kar van de postjespakkerij te springen. Kurt van den Driessen. 300 en een beetje stemmen. Zover is het gekomen. Qua representativiteit kan het tellen. Meneer Arens, je zal geen standbeeld krijgen voor je verraad. En denk ook niet dat de boosheid bij een groot deel van de innovators wel zal overwaaien. Daar zorg ik wel voor. Je zal door iedereen altijd en overal beschouwd worden en herinnerd worden als de man die zijn principes, voor zover die al had, zijn partij en zijn weliswaar weinige kiezers verloochende voor een schepenpostje zonder deftige bevoegdheden. En wat ik nog het last vind, meneer Arens, is het feit dat je binnen 3 jaar, als je recht hebt op je pensioen, als een dief in de nacht met stille trom zal vertrekken uit de Ninofse politiek. Je hebt zelfs het lef niet om je wansmakelijke daad aan het oordeel van de kiezer te onderwerpen. Je moet het maar doen. Collega's, meneer Arens, wij van Forza Ninove zullen deze linkse monstercoalitie blijven bekampen. Voor de 5e keer op rij hebben we een mooie overwinning geboekt op basis van een recht toe, recht aan programma en met de steun van 40% van de innovators. En ons volgend project is de absolute meerderheid. Dat is bij leven en welzijn tenminste mijn persoonlijke ambitie voor de rest van mijn politieke carrière, zodat uiteindelijk recht zal kunnen geschieden. Die paar honderd stemmen die we daarvoor tekort kwamen, hebben we al grotendeels verworven. Want zelfs mensen die nu niet voor Forza Ninove hebben gekozen, vinden dit circus een aanfluiting van alles wat met democratie te maken heeft. Met deze coalitie rijdt Ninove regelrecht de afgrond in. Ik wil ook ons ongenoegen, mevrouw de burgemeester, kenbaar maken over het feit dat u de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners hebt afgelast. Het zogenaamde veiligheidsrisico is natuurlijk een drogreden. En meneer Meert, je zegt daar juist dat je niet fier waart op een Ninove, waar om 6 uur 's avonds de winkels hebben moeten sluiten. Jullie hebben al een week lang aan paniekzaaierij gedaan, alsof dat Vlaamse journalisten hier Ninove zouden komen kort en klein slaan. Zoals dat in Brussel gebeurde. Die de ramen van de winkels zouden komen uitgooien, auto's beschadigen. We zitten hier niet in Molenbeek. Hè? We zitten hier niet in Molenbeek. We zitten hier in Ninove. Het is te zeggen, we zitten hier nog niet in Molenbeek. En al die veiligheidstroepen die vandaag zijn opgetrommeld, had men beter ingezet om vorig weekend op bij oudejaarsnacht in Molenbeek orde op zaken te zetten. Daar zijn die veiligheidstroepen nodig, maar niet in Ninove. Dus, ja, de Mars van Marrakesh, ja, meneer. Meneer Van de Winkel is zeker. Hè? Ik had u nog niet zitten achter uw scherm. Het zogenaamde veiligheidsrisico is natuurlijk een drogreden. De echte reden is dat jullie een groot deel van de Ninofse inwoners niet onder ogen durven te komen uit pure schaamte. Maar de Ninoviters hoeven hiervan niet de dupe te zijn. Op een nieuwjaarsreceptie moet niet aan politiek gedaan worden. En het is dan ook jammer dat jullie breken met deze traditie. Ik zal zeggen, als jullie het niet aankunnen, de confrontatie met een groot deel van de innovators, blijf dan zelf thuis. Maar zoveel moed hebben jullie blijkbaar niet. Collega's, meneer Arens, wij zullen met 15 gemeenteraadsleden en 4 leden in het bijzonder comité voor de sociale dienst een keiharde oppositie voeren tegen het linkse beleid dat ons ook de komende 6 jaar te wachten staat. En dit met opgeheven hoofd. Wij kunnen iedereen nog recht in de ogen kijken, meneer Arens. Wij kunnen onze kiezers nog recht in de ogen kijken. En wij zullen hen ook de komende 6 jaar met vuur en passie vertegenwoordigen. Ik dank u.